Iris Hane, ben 11 jaar oud, kom uit Meterik en ik doe aan karten. Je hebt net hier de eerste sessie gereden hier op de racebaan in Genk. Hoe ging het? De eerste sessie ging net wel goed. We zijn al aan het trainen voor over 2 weken het Nederlands kampioenschap. Maar ik denk dat ik daar een goede kans maak, want het ging net ook al heel goed. Ik kart nu 4 jaar. Ben begonnen toen ik op vakantie was in Nijverdal. Toen had ik een bord gezien van een indoor kartbaan. En toen zei ik tegen pap van, mag ik daar gaan rijden? En toen zei hij, nou dat is goed, dan gaan we daarheen. En toen gingen we daar rijden en toen was ik meteen al zeg maar, de snelste van die daar ook reden. En daarna zijn we naar Venray gegaan. Daar heb ik een kartcursus gevolgd. En toen ben ik Nederlands kampioenschap gaan rijden. Ja, daarop Nederlands kampioenschap, Belgisch kampioenschap en Benelux kampioenschap. Daar was ik Belgisch kampioen geworden, tweede in Nederland en derde op de Benelux. Bij de kar van Chris staan Jordi en Marcel van Moorsel. Jordi, wat zijn jullie op dit moment mee bezig? We zijn nu Chris' kar klaar aan het maken, dat hij dadelijk zijn training kan gaan rijden. En dan van alles kan gaan testen voor vandaag. En nu zijn jullie met de ontsteking bezig of zie ik dat verkeerd? Of? Even alles aansluiten, dat alles werkt, alles zoals het hoort in ieder geval. En dan kan je vooruit. Jullie moeten zorgen dat het materiaal allemaal prima in orde is. Wat denk je, kan Chris hier kampioenschappen mee winnen? Dat heeft hij al laten blijken, dus voor volgend jaar wordt het in ieder geval dezelfde weer, gewoon als deze. Bij hetzelfde team, dezelfde motoren en dan is het per jaar kijken wat de bedoeling is. Chris, je hebt net flink getraind. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu naar de data aan het kijken. Dan kan ik uitlezen wat ik allemaal in de sessie gedaan heb, bocht voor bocht. Ook de rechtstukken, alles kan je hierop zien. Dat zijn allemaal lijntjes die zo gaan. En dan kun je bijvoorbeeld deze sessie, deze trainingssessie met een andere trainingssessie vergelijken. Van loopt de motor beter op het rechte stuk? Ben ik beter in de bochten? Gaat de kart beter? Dus dit is heel handig. Dan kun je alles uit aflezen wat er net in de trainingssessie is gebeurd. En als er wat niet goed is, wat gebeurt er dan? Gaan de monteurs daarmee aan de slag dan? Moet jij dat zelf aangeven? Dan geef ik het eerst zelf aan de monteurs. En dan gaan die daarnaar kijken. En dan gaan ze het veranderen, zodat het de volgende sessie beter is. En dan gaan we die 2 sessies in data vergelijken. En dan kunnen we zien of het echt veel uitmaakt of maar een klein beetje of niet. Of dat het juist minder was. Ik ben Debbie Hansen, ik ben sportcoach. Ik begeleid sporters op mentaal en fysiek niveau. Van topsport tot aan recreatieve sporters. Je begeleidt Chris Haan de karter. Krijgt hij alleen les of met meerdere? Chris sport bij mij alleen. Is het zwaar wat hij moet doen? Dat is fysiek zwaar en mentaal proberen we het vooral leuk te houden en speels, omdat hij nog zo jong is. Wat doe je zoal allemaal met hem?
Wat doen we zoal? We doen fysiek trainen doen we met een ladder, met een rope, balanceboarden, autobanden, springtouw, gewichten, ja, noem maar op. En hoe gaat hij zelf hiermee om? Chris is daar heel fanatiek in. Hij sport ook thuis. Hij komt 2 keer in de week bij mij. En ik vind het knap dat een jongen op deze leeftijd deze zelfdiscipline heeft. We zijn hier in het Dendrocollege in Horst met de klas van Chris. Met wie hebben we het genoegen? Mijn naam is Saskia Bout. Ik ben mentor van brugklas 1L, dat is de klas van Chris. Ik ben niet de enige mentor, de andere mentor zit op dit moment van uitwisseling in Italië. Wat voor leerling is Chris? Chris is een hele leuke leerling, spontane leerling, rustige leerling en ook een hele goede leerling. Hoe is de omgang met de andere klasgenoten? Ik heb het gevoel dat Chris wel heel goed ligt in de groep. Hij kan het met iedereen goed vinden en heeft eigenlijk geen problemen met niemand. Hij is een talentvolle karter. Hoe gaat het met de klasgenoot? Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, het is dat ik het gelezen heb in zijn dossier dat het zo was, maar hij praat daar zelf vrij weinig over. Hij laat het ook niet blijken. Hij blijft dus met beide benen op de grond staan? Het is alleen als wij er naar vragen, dan vertelt hij er wat over. Hij gaat nu naar het WK in Brazilië. Hoe gaat dat met de vrijstelling hier van de school? We hebben op school een bepaalde regeling voor talentvolle sporters. Daar valt hij onder, maar er zijn mensen die zich daarmee bezighouden. En dat gaat eigenlijk om mij heen. Hij zal natuurlijk een aantal dingen missen en een aantal dingen dus ook in moeten halen. Maar wat mij betreft zal hij ook een toets, als hij altijd goede cijfers had, hoeft hij van mij niet alles in te halen. Ik neem aan dat ze allemaal trots zijn op zo'n klasgenoot, of hoe zie ik dat? Ik neem aan van wel. En ik ook. Zeker als het straks, als die ooit eens heel goed wordt, dan kan ik zeggen. Maar daar was ik mentor van in de brugklas. Okay. Christy staat hier van jouw prijzen die je gewonnen hebt. Hoe ga je hier thuis mee om? Als ik een beker heb, dan neem ik hem mee naar de kamer en dan zoek ik een mooi plekje uit en dan zet ik hem daar neer. De belangrijkste bekers, die zet ik meestal ook op een speciaal plekje neer, op een echt speciaal plekje. En de een beetje normale bekers, die zet ik hier in de midden neer. Heb je ooit interesse gehad in andere sporten? Nou, toen ik klein was, tot en met 2014, was ik keeper van een voetbalteam. Dat vond ik toen ook al heel leuk, alleen het karten vond ik gewoon leuker en daarom ben ik gaan karten. Chris, wat heb je hier in je handen? Dit is het allerbelangrijkste wat ik op het moment heb. Dit is namelijk het ticket om naar Brazilië te gaan. Die heb ik gewonnen op de 7e wedstrijd van het Nederlands kampioenschap in Eindhoven. Daar ben ik 2e geworden en dat was genoeg punten voor de ticket. Ik zie het aan je gezicht, dat komt helemaal goed in Brazilië, hè? Dat gaat zeker goed komen, ik ga er het beste van maken. We zien hier bij de oma van Chris. Oma, wat doe ik hier allemaal hier? Wat zit je dan doen? Ik ben het pak aan het strijken van Chris. Ja. Daar moet jij allemaal voor zorgen hier? Ja, ik doe dat graag, hè. Ik doe dat heel graag voor de manneke. Wat denk je wat hij gaat maken in Brazilië? Ja, als hij maar een beetje geluk heeft, hè. Daar zal het ook wel een beetje in zitten, hè. Hoe jong ben je trouwens? 92. Nog maar 92? Dus het gaat nog wel, hè. Ja. Want zo zie ga je er wel een paar jaartjes mee, hè. Ja, ik hoop het, hè. Ik kan tenminste nog heel goed, hè. Ja, ja. Ik ben Linda, ik ben de moeder van Chris. Ik ben Paula en ik ben de vader van Chris. Wat voor impact heeft Chris in dit gezin met zijn karten? Het draait heel veel om Chris hier in het gezin, dagelijks weer. We stimuleren hem ook om alles eruit te halen wat erin zit. Dus voor iedereen is het wel ook een investering. Vooral voor vader eigenlijk, die iedere keer op en neer reist met Chris. Maar ook voor mij, want hij moet sporten, wil dit ook, weet ook waarvoor hij dit doet. Maar hij moet natuurlijk ook wel daar toch in begeleid worden. Dus niet dat het altijd alleen maar van hemzelf komt. Chris moet vaak weg. Hoe gaat dit? Nou, in het verleden zat het zo dat ik ook de trainingen, alles deed ik samen met Chris. Sinds dit jaar is dat veranderd.
We zitten nu op zo'n hoog niveau te rijden dat ik het zelf allemaal niet meer aan kan. Het is gewoon veel en veel te veel. Dus we hebben voor privémonteurs erop zitten. En de raceweekenden gaan we wel mee. Gaan we gewoon kijken. Dus nou ja, tot het nog toe gaat het heel goed. Je gaat nu naar het WK in Brazilië. Gaan jullie mee? Ik ga mee. Linda gaat niet mee. Nou, Chris heeft ook nog een zus en die vindt het ook allemaal geweldig. Die willen het ook heel graag van dichtbij meemaken allemaal. Dus wij reizen altijd na als er dichtbij een race is. Maar het is niet zo dat wij zomaar mee kunnen naar Brazilië toe anderhalve week lang. Dus wij zorgen dat het thuis allemaal reilt en zeilt dan. En we volgen alles op afstand, want alles is te volgen dan live. De begeleiding gaat natuurlijk, het is niet alleen ik met Chris die meegaan. Team Nederlands, we gaan met een heel team van Team Nederlands dus, van Nederland. Er zijn diverse rijders uit diverse klasses die meegaan, daar is Chris er eentje van. Verder neem ik twee privémonteurs mee, Jordi en Marcel van Moorsel. Dus die staan ons dit jaar ook bij met de wedstrijden. En nou ja, we hopen een goed resultaat neer te kunnen zetten daar. Dat is formidabel, jongeman. En op jouw leeftijd. Dat komt al best goed, denk ik, allemaal met jou, hè? Ja, ik ga er gewoon echt het beste van maken daar. Ik wens nog heel veel succes in de toekomst. En ga zo door, zou ik zeggen, hè? Ja, dankjewel.